Oké, jongens, welkom terug bij een gloednieuwe video. Ik ben in Engeland en wij zijn onderweg naar Project Underground 10. Ik ga jullie laten zien hoe jij omgaat met competitiestress en het maken van een goede wedstrijdlijn. Zijn dit nou dingen waar jij moeite mee hebt? Blijf dan vooral kijken. Goedemorgen, maat. Het eerste wat we nou gaan doen, is je gaat kijken welke tricks jij graag wilt gaan doen in je rug. Nou, voor mijzelf wil ik graag sowieso een hakketakken, een dubbel vol doen. Dus die gaan we zo meteen eerst even zoeken op de setup waar we die het beste kunnen doen. Om comfortabel te worden met een bepaalde trick die je wilt doen in jouw competitielijn, pak ik altijd voor mezelf eerst even een mat, zodat ik niet gelijk naar de vloer hoef. Die mat ligt er nu, dus we gaan nu de hakketakken gaan we proberen. Oké, zoals jullie zagen, deed ik eerst de hakketakken als een losse beweging naar de mat. Nou, dat ging hartstikke prima. Daarna heb ik hem met de side free en de pistolteun ook gedaan, zodat ik de connectie voel en kijk of dat in de connectie ook goed verloopt. Dat ging hartstikke goed. Ik ga de hakketakken nu niet naar de harde vloer doen, zodat mijn energie goed blijft voor straks. Dan hoef ik hem maar één keer naar de harde vloer te doen. We zijn goed op weg. Oké, ik heb dus net het middenstuk van mijn run gedaan. Een probleem bij wedstrijden waar je tegenaan gaat lopen is dat er heel veel mensen tegelijkertijd zijn. Die moeten natuurlijk ook allemaal trainen. Wat ik geleerd heb is dat je een beetje brutaal moet zijn en je spot gewoon moet claimen. Als je wilt gaan, moet je gaan. Zorg ervoor dat je vrienden bij je hebt. Zoals Quentin. Quentin die houdt namelijk van schreeuwen en die heeft er ook totaal geen problemen mee. Nee. Zeker in het buitenland. Daar moet je gewoon iets meer voor jezelf opkomen. Oké, zoals je kunt zien heb ik een paar keer moeten doen over dat stukje met die dubbel full. Één keer zette ik hem te ver naar achterin, dus daar moet ik op gaan letten. Eén keer, ik slipte, dus ik moet het blok van tevoren even schoonpoetsen. Daar moet je op letten. En bij de derde keer ging die gewoon goed. En dan straks om 5 uur begint alles, dus dan gaan we de run gewoon in zijn geheel doen. Oké, jongens, de eerste ronde van de stijlcompetitie is klaar. Ik heb mijn run voor mij in ieder geval perfect gedaan. Een aantal schoonheidsfoutjes, maar ik denk dat je die altijd wel een beetje gaat houden. Hakketakken gewoon gedaan. Dubbel full was zelfs beter dan mijn 3 oefenrondes. Dus eigenlijk is het gewoon allemaal perfect gegaan. En we krijgen vanavond nog te horen of we doorgaan naar de stijl finale. En die dan is dan morgen. Goedemorgen jongens, we zijn terug bij de gym. Het is zondag en ik heb het gehaald in de finale. Voor de finale moet ik dus wel echt mijn level uppen. Dus we zijn bezig met een trick die ik wel kan, maar heb ik nog niet naar harde vloer gedaan. Dus vandaag wordt waarschijnlijk de eerste keer. Dit is namelijk one step, pull and pull.
van onder 16 is nu aan het oefenen, dus wij mogen nu niet op de baan. Pandvol is goed gegaan. Ik wil sowieso een Daisy doen, een dubbele lazy. Daaruit doe ik dan Daisy Bomb. Een Daisy Bomb is dat je vanuit een lazy pop op je hoofd gaat. En in dit geval is dat op opvangen naar rollen. Naar de bars, eindigen met een handcast. En dan zijn we klaar. Dus we gaan zien wat het geeft. Oké, we hebben nu dus weer 45 minuten om te oefenen. De palmpool wil ik heel graag doen. Alleen, ik kan hem, maar hij is heel eng. Ik heb hem een paar keer niet geland en daarna ook een paar keer wel. Dus dat is hartstikke mooi. Ik kom perfect uit voor een rol, daarna is goed dubbel. En daarna gaan we door naar de Daisy Bomb. Dus al met al heb ik eigenlijk mijn hele run al klaar. Dus we gaan kijken wat het geeft. Ik ben zeer tevreden. Oké, guys. Ik ben gewoon derde. Aha. Ik ben gewoon derde. Hoe ziek. Je had eigenlijk mijn gezicht moeten zien. Ik stond boven ergens te chillen en iemand zo. Cohen! Dat was chilling. Zo. Ja, want mijn naam is niet Cohen, is Koen. Maar in Engeland noemen ze me Cohen. Ik stond daar zo te chillen zo. En toen zeiden ze: Where's Cohen? En dat klonk iets meer dan Koen. En toen dacht ik van. Was ik derde? Nu heb ik derde. Dus ik heb deze en geld gewonnen. Hoeveel? Geen idee. Maar dat zie ik nog. Dus in ieder geval. $50 hoorde ik. Bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie terug in Nederland bij de volgende video.